En dan het laatste punt wat ik even aan de orde wil stellen, dat zijn de vragen van de fractie CDA gesteld over het verdwijnen van twee invalide parkeerplaatsen op het Kerkplein, die wij vorige week hebben mogen ontvangen. Het college is hiervan op de hoogte dat de twee bordjes zijn verwijderd en bij de balie hier beneden zijn ingeleverd. U stelde een vraag hoe zit het met de kosten van de inrichting destijds. Nou, de kosten voor de totale inrichting zijn destijds in goed overleg verdeeld. Waarbij een overgroot deel door de gemeente op zich werd genomen. Een en ander in zeer goed overleg destijds met de toenmalige eerwaarde heer Pastoor en het toenmalige parochiebestuur. En wij zijn met het parochiebestuur momenteel in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Want wij zouden het heel jammer vinden als college als eenzijdig afspraken die we 12 jaar geleden hebben afgesloten, dat die eenzijdig zouden worden teruggedaan. Tot zover.